Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Wij staan in Polen. En als we in Polen zijn, gaan we natuurlijk ook vuurwerk afsteken. We hebben op de markt leuke dingen gehaald. Binnenkort te zien in de video's of in vlog 1. En we dachten, weet je wat, we gaan dat nu even gelijk afsteken voor jullie in deze video. We hebben weer aanstekers van mijn plasma, jongens. Moet je kijken. Jordi mag zometeen bepalen welke we gaan doen. Met welke we gaan stoken. Hier heb je de zwarte. Hier hebben we de Pyro Taser. Die ziet er heel mooi uit. Die is nieuw dit jaar. Ik zeg je eerlijk, mocht je er nog bij willen zijn, moet je heel snel zijn, want deze gaan echt heel snel voorbij. Die gaan echt heel snel op. Moet je kijken, echt ziek. En ligt echt goed in de hand ook, lekker stevig. En gaat langer mee dan de rest. En de oude vertrouwde stick. Moet je kijken, mat zwart. Altijd goede knopje aan en afsteken maar. Met welke gaan we afsteken? Taser. Stick? Ja, nee, die ander. De taser. Nepelslag, die zijn heel leuk. Ja, die rook van tevoren. Precies, staat ook een prijs hierop nog. Die zijn wel best prijzig, moet ik zeggen. Ja, die waren niet zo duur hoor, een paar jaar terug. Nee. Maar moet ik zeggen dat het meestal aardig in prijs gestegen is, man. Ja, echt hè. Sinds een paar jaar geleden. Zo, volgens mij zijn er ook een paar uit, of niet? 10. Nee, dat klopt. 10 zit erin. Oh ja, kijk. Deze hebben we dus met kleur. Dus er komt eerst rook uit en dan een knal. 20 stuks, hè, of niet? Ja. Echt veel. Het zijn echt goede knallers, man. Die zitten in plastic. Oh, ja, dat is goed uit, man. Die zijn echt hard. Daar hebben we er dus 20 van. Dat is een mooi spul, man. Ja, ja, man. PS5. Die hebben we in de modder laten liggen, net. Godver. Maar in ieder geval, dat kent iedereen wel. En TB5. Zijn ook goede knallers altijd. Oh ja, en een pakje Colosseluut. Ik zag die liggen. En dit zijn zulke oldschool knallers. Waarschijnlijk ook veel slechter dan een paar jaar terug hoor, maar ik dacht van, ah joh, ik ga die gewoon weer een keer halen. Mooie vlam van tevoren. Maar zie de kwaliteitsverschil tussen die lontjes daar. Ja, en die. En dit. Ja, bizar hè. Dit zijn gewoon, lijkt gewoon Belgisch vuurwerk, man. Yeah. Ja. Jongens, dit is de Colpo. 6 stuks. Ooit met, die heb ik ooit al een keer gehad, toen ik met Ruben in Tsjechië was. Er zit een mooie buis bij. Kijk hoe dat is verpakt. Ziet er wel mooi uit. Ja, deze zijn echt super hard. Die gaan we ook even testen. Mooie buis. Stevig. Kan niks mee misgaan eigenlijk. Mooie omgeving erbij. En hier zijn die koolpootjes. Ik ga gelijk even uit elkaar halen. Nou, ze zijn echt behoorlijk zwaar ook. Zie je? Oh ja. Volgende wat we ook gaan doen hier. Is die Scream Salute. Ik zat te twijfelen of we die niet s'avonds moeten doen. Maar ik vind het toch overdag iets meer sfeervol. Allereerst de paarse nebelslag. Kijk, eerst rook. De camera bewoog gewoon gek. Die zijn hard, jongen. Zo. Een paar tegelijk, man. Die camera trilt er gewoon van. Hey. Huh? Ziek die rook, hè? Dat is echt net blij. Tering gek. Dingen gaan hard. Is er nog eentje? Ik doe nu TB5. Zo mooi, man. Ik gewoon harder. Goeie stooksessie, kijk.
Wat een ding, gek. Niet met je hoofd erboven. Ja, dat is wel hard, man. Kijk die rook, gek. Yes. Yo! Ik weet niet of dat niet helemaal op stond. Kolosse luutjes, jongens. Goeie knallers. Een paar mooie vlindertjes. Grenootje. Zo. Die is uit, man. Die is ook uit. Zo, dichtbij, jongen. Bosjes. Wat een stooksessie. Ze gaan snel uit, man. Nog één. Die rook ook. Bijgraas steken wij niet opnieuw aan. Die rook, hè? Poeh. Wee, joh. Nog twee pakken ervan, gek. Lekkere lange lont deze. Waar is die? Ook uit, hè? Ja, dat is wel. Die zijn al. Hoe dan? Ook uit.
volgende. In je voordeel, er vliegt niks in de fik. Hé. Hey. Okay. Even snel. Ja. Zijn ook goede deze. Zo. De vlam is... Kijk, die rook dan. Nou, dat was het weer.